bij deze online muziekles. Het gaat vandaag over rap. En er zit een challenge aan vast en dat wordt aan het eind van het filmpje wordt dat verteld. Dus blijf het hele filmpje kijken en dan weet je aan het eind wat de challenge is. Rap staat voor Rhythm and Poetry. En Rhythm and Poetry betekent ritme en poëzie. In dit geval betekent dat ritme, dat weten we eigenlijk ondertussen wel wat ritme is. En poëzie is in dit geval dat je een soort gedicht maakt met woorden. In rap rijmt het ook heel vaak. Dus. We hebben 4 categorieën in rap. De eerste is old school. Daar gaan we een stukje van luisteren. I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See. De tweede is hip house. Gaan we ook een stukje van luisteren. This one. Yay. Kick it from kick down. Dit was echt een rap, hè? Ja. Want hiervoor was het eigenlijk heel erg intro met wanneer het zou komen. En dan komt uiteindelijk komt de rap. Dat komt was de derde. Hip-hop. Dat is West Coast. Gaan we ook een stukje van luisteren. Verrassing. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass empty. The state where you never find a dance floor empty. Dat was nou, de laatste en dat is New Style. Waarschijnlijk ken je dit liedje wel, want hij komt ook wel eens op de radio. Het is ook de meest bekende stijl van rap, omdat hij het meest recent is. Dus het is vaak van tegenwoordig. Ik ben benieuwd of je weet van wie dit is. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time for I go. I apologize. Ben benieuwd of je weet dus van wie die is. Het is van Drake. Inderdaad. Misschien had je het helemaal niet goed. Maar het is inderdaad van wat Drake. Wat we nu gaan doen. Wij gaan met deze muziek meedoen met een body percussie. En we weten inmiddels wel wat een body percussie is. Namelijk je lichaam gebruiken om op te klappen, mee te stampen enzovoorts. We gaan eerst het eerste liedje luisteren. En daarbij komt het volgende. Dan moet ik even zorgen dat ik een andere camerahoek heb. Want anders kan je natuurlijk niet helemaal zien wat ik heb gedaan. Op mijn prachtige gele bank ga ik zitten. Bij de eerste kunnen we namelijk gewoon lekker blijven zitten. Let goed op. We hebben 8 tellen. Ik tel elke keer 5, 6, 7, 8. En dan beginnen wij. Let goed op. We doen het eerst met alleen het klappen. En daarna gaan we klappen en meetellen. Doe het een keertje voor. En op een gegeven moment zeg ik, doe maar met me mee. Dan mag je lekker meedoen. Vijf, zes, zeven, acht, twee, ik zal de muziek even wat harder zetten, dan hoor je het beter. Doe maar met mij mee. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the crew, and my friends are gonna try to do the beat.
En daarna mag je lekker met mij meetellen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en stop. Heel goed, dan gaan we door naar het volgende liedje. Maar je hoort ook een andere body percussie. Dat gaat namelijk zo. Borst, 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 klap. Borst, 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 klap. Borst. Dus je slaat drie keer. 1, 2, 3. Let goed op. Ik tel tot 8, van 5 tot 8. Dan gaan we lekker beginnen met deze. Tel maar met hem mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en stop. Precies als de rap begint, dan stoppen wij. Gaan we naar de volgende. En dat is met California Love. Dat is de derde stijl die we hebben gehad. En dat was... Moet ik zelf ook even spieken? West Coast. Slecht hoor, dat ik moet spieken. West Coast was dit. Daarbij hoort de volgende body percussie. Borst, borst, klap. Borst, borst, klap. Het is niet zo ingewikkeld, dus we gaan hem gewoon meteen met z'n allen doen. Komt-ie aan. En 5, 6, 7, 8. Tel maar met mij mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En laatste. 3, 4, 5, 6, 7 en stop. Tot daar. Dan gaan we naar de laatste. De laatste van Drake was dat. One Dance. Moet je gaan staan. Nou kan ik er niet voor zorgen dat ik helemaal op beeld ben. Maar het gaat als volgt. Stamp, 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 stamp. En elke keer als je één stamp hebt gehad. Dus op de tweede, de vierde, de zesde en de achtste stamp. Klap je ook. Dus het gaat als volgt. Stamp. Moet je goed opletten dat je dus ook met je been door blijft stampen. Komt ie. Like 5, 6, 7, 8. Stamp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super goed meegedaan. Nou is de challenge van deze week. Nou, gewoon voor volgende week, als wij elkaar hopelijk weer zien, is de challenge dat je je eigen body percussie maakt. En ik heb een aantal filmpjes en dat is dan een rap beat. Die kan je dan gebruiken om dan je eigen body percussie op te maken. Die zet ik hier in het linkje hieronder. En dan kan je dus je eigen body percussie maken. Ik ben heel benieuwd of je je eigen body percussie hebt gemaakt. En als je dat hebt gedaan, dan vraag ik je volgende week om ook even aan ons aan te leren. Want dat zou super leuk zijn. Als je dat niet wil of als je dat niet durft, geeft niks. Ik ben al lang blij als je lekker mee hebt gedaan. Super goed meegedaan. We hebben allemaal nieuwe dingen geleerd over rap. We hebben een eigen body percussie. We hebben meegedaan met body percussie. En misschien maak je dus wel je eigen body percussie. Super goed bezig. En tot ziens. Doeg!